kijk naar kunst. We zijn hier bij Noorderzon. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Hier een belevingsexpositie neergezet. We werken samen met drie mannen met Down syndroom. Bedenken wij te gekke concepten, waaronder deze. Okay. Dus je stapt binnen in een sculptuur en dan maak je een reis mee. Ze keken televisie en hielden van eten en drinken. Zo was de combinatie Harry Potter, chips en bier hen niet vreemd. Dagenlang konden ze dit zo volhouden. Wat zeg je ook? Drie mensen met een Down-syndroom. Ja, klopt. Ja, waarom, waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, ik was gewoon heel benieuwd. Het komt in één keer in je hoofd op. Ik denk van ja, hoe zou het zijn als ik met Downers zou samenwerken? Ik zag ze bijna nooit. En ik dacht, volgens mij hebben zij, leven zij ook. Ja. En hebben zij ook visies op, op het leven. En dat, misschien is het wel een vat aan creativiteit en dat bleek dus ook zo te zijn. En toch begon dit te vervelen. En ze bedachten een oplossing. Even de kamertien. Kamertien, dat kan weer. Huis gaat. In het laatste jaar zijn we gaan denken van nou, wat willen we nou doen? Toen kwamen we nou een keer op van ja, we willen de wereld veroveren. Ik dacht van ja, dat is een vrij helder concept, dus laten we daarmee beginnen. Dus we moeten wel ons gezicht laten zien. En toen zijn we dit ding gaan bedenken inderdaad, meer ruimtelijk, wat meer de wereld in. Oké, ik vind het steeds heel vaag. Samen keken ze naar Harry Potter, aten ze chips, dronken ze bier. En het was gewoon één dikke vette shizzle. Eén dikke vette party. Yeah! De mannen genoten enorm van het mooie gezelschap, de film. Een hapje en een drankje. Ze raakten voldaan, werden moe en vielen in een diepe slaap. Wat kan ik me nou voor voorstellen? Of moet het gewoon meemaken? Het is inderdaad gewoon wel meemaken. Inderdaad. Ja, mensen die worden vaak een verkeerde been gezet als je de tekst leest. Want mensen verwachten echt dat je letterlijk een mond binnen gaat of zo en dan weer een kont naar buiten gaat. Ja. Maar dat is totaal niet. Wij verkopen geen voorspelbaarheid. Absoluut niet. En het is inderdaad gewoon gaan kijken en meegaan maken en kijken wat die mannen hebben bedacht voor gekkigheid. En, en wie weet de boodschap ook eruit halen, wat ze proberen mee te geven. De drol, het meest bijzondere schepsel. De kak, de dreumes, de hoop, de bonus, de keuter, de poep, het propje, de uitwerpsel, de vijg. Hij is zoals bedoeld. Zo schoon. De sieraad van de mens. Zorg er met vlijt voor en ga er mee op uit. Zo hoort het te zijn. Zo hebben de mannen het bedoeld. Nou, we kunnen hier lekker een eitje eten. En het is best wel koud. Eén eitje 2,50. Twee eitjes is 2,50. En twee eitjes met spek is 2,50. En een gedichtje. Met een gedichtje is ook 2,50. Waar een gedichtje bij? An ajaiva and a vagina had a night of fun. One invited the other and hoped that she would come. The ajaiva felt alive, but the pussy did not arrive. So the ajaiva tried to call. Ain't the message clear? Screamed the vagina in the ajaiva's ear. You're too dead to get me wet and I'm fucking busy and all. Fantastisch. Maar dat vond jij dus niet leuk. Mag ik hem hebben? Nee. Ik dacht dat het een andere was. Nee, die is van mij. Je hebt er heel veel van? Nee, ze zijn allemaal verschillend. Je hebt er toch al veel? Wat is het nou? Nou, het idee is dat dit het eenvoudigste is. Maar dan, dit is het sacrale banale. Leg uit. Nou, het is heel eenvoudig, maar het is ook heel mooi. Het kan ook heel hoog zijn. Zo werkt dat. En heel smakelijk. En heel smakelijk. Oké, okay. Nou. Dat is het belangrijkste. Mond open. Komt-ie! Lang verhaal, waren drie woorden. Het sacrale banale. Okay. Dat zijn drie woorden. Ik denk dat je daarmee wel... Ja, dat dekt de lading. Maar eigenlijk ben je hier ook eitjes aan het pakken om een beetje geld in te zamelen voor je dichtbundel. Ja, dat doe ik ook.
Ja, ik bedoel, ik moet gewoon kunnen drinken natuurlijk. Ja. Dus daar wil ik ook een beetje geld voor hebben. Ik bedoel, ik ben er niet om verlies te draaien. Toch? Waar gaan jouw gedichten zo een beetje over? Over eten? Ja, sommige dingen gaan over eten. Vaak zijn het gewoon korte observaties. Ja, ik vind het wel fijn als je het in twee zinnen kan zeggen. Als het langer duurt, dan is het vaak niet. Dan hoeft het niet meer. Nee. Okay. Moet in twee zinnen moet je het kunnen zeggen. Dat denk ik. Maar je gedichten zijn toch wel langer dan twee zinnen? Nou, vaak niet hoor. Eentje bijvoorbeeld. Zij at haar ananas alsof het een appel was. We kunnen naar Mars. Ja? Wou je nog mee naar Mars? Ik wil wel naar Mars. Nou, dat kan. In een half uur ben je ook aan je heen en je komt nog weer terug op aarde ook nog. Oké. Okay. Ja. In het jaar 1992 bevinden zich de 19 miljard aardbewoners die onze planeet rijk is in ijzige omstandigheden. Vrijwel onophoudelijk wordt de aarde geteisterd door stormen, cyclonen, bloedgolven en veel allerlei andere natuurongemakken. Ik heb een hoorspel gemaakt. Het is een persiflage op een jaren 50 hoorspel. Okay. Met de taal van de jaren 50. Dus mensen praten. Nou, dat ziet er niet goed uit, mensen. Nou, dat zijn formale duiders. Een beetje als meneer de Uil en zo. Een beetje wel. Een beetje in die oude manier van praten. Geachte luisteraars. Nu volgen enkele boodschappen van algemeen nut. Er is nu Skip. Het wasmiddel dat weinig schuimt in de trommelwasmachine. Met Skip geen krimpen of vervilten. Tijdens de voorstelling zie je live de geluidsman, dat speel ik dan, zie je alle geluiden maken bij het hoorspel. En je ziet het decor nu niet, maar er zit allemaal apparaten en dingen en een windmachine. Hulp! 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 Baan onaangenaam, het is een hulp! Nogmaals! Hulp! Stad Helmink! Dat Helmink is uiteengereden door een landboot nog van imposante dimensies. Een deerniswekkende geschiedenis, heren. Er zijn Marsbewoners in het hoorspel en die maken geluid. En die doen? Die doen, ja, ik moet dan het apparaat erbij hebben, maar dat is een beetje een soort varkensachtig geknor is wat ze uitstoten. Ze vallen aan! Ze moeten doorbreken! Hier, verachtelijke wezens! We staan hier vanavond bij de Spiegeltent en we gaan naar de Christine Machine. En dat is niet voor de jonge kijkers. Dus wij gaan naar binnen. Haha! Yes! Stick. Come tell mama how it goes. Breezy tang in my headspace. Lay it down low. Hide your kids in a safe place. Oh, you know. Better run, get your son. Ach ja, die Christine. Een drag artiest die zichzelf een drag terrorist noemt. Het is outrageous. Het gaat veel te ver. Breng je kinderen alsjeblieft niet mee. These ponies in you are important because all this shit that's going on out there right now in the world is pretty bad, you know. And there's a pony inside of you. It's that fucking essence inside of you. That pony needs you to ride it hard. Because when you start to ride your pony on the street, those motherfuckers with all that power, they don't know what the fuck to do. You have like a message. Yeah. Well, yeah. Like a provocative one. Was that first or did that, was it like together? It was just, I had my own shit going on, you know? And it was about, it was very sexual and very just, very tired of the normalcy of life and the structures that get placed on us since we're born, gender structures and right way of living and religious way of living and all of these things. And Christine just helps you spreading that message. Christine spreads that message, yeah. These boys are my ponies. And they speak to me all the time. So I wrote a song for my ponies and for your ponies. Big fat dick to my sex behind. Cause I'm on that dip, dip to dip. Go flee a bit, watching out work it. I'm coming at your baby with a hardcore. Cause I'm pretty in the booty, do you want more? Gonna deliver the shit, it don't quit. My boys in the back, and I'm up on it. Nigga, that rip, do that dip, drop that shit. Can you tell something more about who Christine is?
you're looking at it. This is it. Yeah. I don't think there's a need to break it down, because I think that's your job, because it's specific to you. Mm-hmm. You know, like, I'm up here just, we're throwing it out and we're dying for you up here, but yeah. It's... Yes, you are. I don't want to clean my service. Yeah! I need a baby girl. I need a baby girl. I need a baby girl. Stop the fuck up. Mama just stop to get down. And how much do you train? Because you look so fit. I mean, oh, that's because I'm falling apart and dying, you know? No, I mean, we've been on tour for 2.5 months. Okay. These are our last shows, the last 3 shows, then we go back home. So physically, this is what we do. At the Edinburgh Festival that we just came from, we did 3 weeks. Every night we did this. We only had 2 nights off in 3 weeks. So we are physically just possessed, and it's like we are machines now, and it feels really good. So yeah, I ain't got no regime. I do. I don't go to the gym and shit. Oh, it's my dick. 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 Oh, yeah. It's my dick. Yeah. Who discovered you, like, who took you around the world? Oh, it was like, there wasn't like a discovery, you know? It was very natural the way we just started to spread around, like the plague. Like, no one just was like, I want to sign you up. Like, we ain't signed up with anybody. I feel you in this dark room. Scratching them bones, tricking time like a slick shit. Patty cake games, never mind if my mouth quits. Don't nobody need to know. Lay a song on my shit stick. What do they think of you in Austin, Texas? Oh, they it's good. Austin's like very different from the rest of Texas. It's very liberal. There's a bunch of hippies. I mean, it's founded on hippies. I didn't know. I thought it was like conservative. No, Austin, like Austin's like the capital of Texas, and they hate us, you know? Looking at you, got me feeling like a all that you do. Who would make me all inside? Wishing, wishes, my love is open wide. Can we talk about your creations? Who inspires that? It's really wonderful to make your own clothing. You're dipping into more forms of art and design. And you know, I want to dance. I want to make clothes. I want to sing. I want to say something to people. I want to move people. And so this work encompasses a lot of things artistically, all in one. Watch out! Don't stop. Let up that stop. Just push that pain away. Black crack, darling. Never reflect. Red magazine. Baby, what's the scene? Money making dreams. I ain't gotta. I don't wanna. Do you also like women? I like women. Everything. A hole's a hole. You know, it's whatever comes from that. If you get some passion with some hole, go for it. All right. Yeah. Ain't no put no boundaries on that shit. You have to ride that pony, Saskia. Yeah. Ponies don't care. I will. Ponies don't care. Right, Paul? Yeah. Yes. Tot zover, Noorderzon. Bye bye.